zaak alsnog van de baan. Nee, dat kan ik onmogelijk aannemen. Waarom? Dreverhaven heeft gewonnen. Ik had het nooit tegen hem op moeten nemen. Ben jij helemaal gek geworden? Ik schenk jou dat geld en dan is het afgelopen. Dat is heel erg vriendelijk van u, maar dat kan ik niet accepteren. Wat? Schuld is schuld. Van wie heb jij dat toch? Die zinloze zelfkwelling, wie heeft je dat geleerd? Ik schenk jou dat geld en jij neemt het aan. Mensen die geen geschenken kunnen aannemen, zijn mensen die zelf niks te geven hebben, Jacob Willem. Niks! En bij God, jij hebt een hoop te geven, jongen. En dat laat ik jou niet afnemen. De gankelaar besliste de zaak in ons voordeel. De rechtbank acht de tweede schuld niet van betekenis en wijst het verzoek tot faillissement van de hand. De verliezende partij kon nog twee stappen ondernemen. Nou kan die stroomkoning nog dwingen een gedeelte van je salaris in te houden of in hoger beroep gaan. Maar Dreverhaven zou voorlopig niks meer doen. Net zo min als hij me echt failliet had willen laten gaan. Hij wilde alleen maar laten zien wie de baas is. Wat? Drie maanden later deed ik staatsexamen in de hoofdstad. Maar toen ik 's avonds terugkwam, was er niemand om mij te feliciteren. Onderweg naar huis besloot ik de vijand te bezoeken. Naarmate ik dichter in zijn buurt kwam, realiseerde ik me dat ik hem niets te zeggen zou hebben. Maar toen was het al te laat. Jacob Willem. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Ik kom u zeggen dat u mij er niet onder heeft gekregen in de rechtszaal. En dat u me voortaan maar beter met rust kunt laten. Of anders wat? Doe mij eens wat. Doe mij eens wat. Doe me wat! Doe me nou wat! Meneer Katadreuffe. Kunt u even komen? Juffrouw de George. Juffrouw de George. Verrassing! Maar, toch niet gezakt? Bravo! Dit is de nieuwste editie. En compleet. Alle 24 delen. Het weten tot en met zet. Het leeuwendeel komt van meneer Stroomkoning. Maar iedereen hier heeft bijgedragen. Het is een cadeau van ons allemaal. Ik geloof dat ik u heb laten schrikken daar straks. U leek erg geschrokken. Het is een vreemde avond. Ik heb er wel eens aan getwijfeld. U bedoelt? Aan vanavond. Of ik het wel zou moeten doen. Ik stel het heel erg op prijs.
Die middag tijdens mijn vakantie. Onze ontmoeting aan zee. Ik geloof dat ik u een verklaring schuldig ben. Ik denk dat u moet weten Doet u geen moeite, juffrouw. Degene die een verklaring schuldig is, ben ik. Ik wist toen nog niet wat me werkelijk bezielde. Maar vanavond denk ik het zeker te weten. Ik denk dat we, als u mij toestaat. Vrienden, ik wil jullie allemaal nogmaals hartelijk bedanken voor de mooie avond die jullie me hebben bezorgd. Maar ik wil ook nog iets anders zeggen. Een enkeling onder u heeft het al kunnen vermoeden. Maar in september ben ik van plan een studie rechten te beginnen. Bravo! 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 Ieder mens heeft zekere gaven. Ieder mens. En die gaven, die moet hij ontdekken. En als hij ze ontdekt heeft, dan moet hij ze ontwikkelen. Zodat hij vooruit kan komen. En ieder van ons die dat wil, die komt vooruit. Daar ben ik van overtuigd. Waar hij ook vandaan komt, hoe laat hij ook begint. Wie slechts één doel voor ogen houdt en vecht. En bereid is andere dingen op te offeren. Die zal alle verzet en tegenslagen overwinnen. Zolang dat ene doel maar voor ogen blijft. En hij zich niet laat afleiden. En al het andere ondergeschikt maakt. Daar ben ik heilig van overtuigd. Eigenlijk wilde ik alleen maar zeggen dat we in de toekomst nog in goede harmonie mogen samenwerken. En dat ik vrees dat het toch een beetje als een preek is uitgevallen. Ik dank u wel. Mooi gesproken, meneer. Bent u tipsy? Meneer Katadreuffe. Naar bed, ze daar, meneer. Alsjeblieft. Wel rusten. Ik zag het niet. Ik begreep de voortekenen niet. Ik was vol van mezelf. Van mijn toekomst. Juffrouw de George. Juffrouw? Ik moet u toch uitlaten? Naar binnen. Het feest is nog lang niet afgelopen, hoor. Juffrouw de George kwam niet meer op kantoor. De volgende dag stuurde ze een brief naar Stroomkoning, waarin ze zonder opgaaf van redenen haar ontslag aanbood. En liet nooit meer van zich horen. Meneer Katadreuffe, het gaat niet zo best met u. U bent extreem nerveus en uw lichaam is uitgeput. U hebt geen enkele weerstand meer. Maar u denkt wel dat nee, ik nog kan... Nee, ik denk niet dat u voorlopig verder kunt werken. Uw mentale reserves zijn opgebrand en conditioneel bent u een wrak. Dat is alles. Nee, er is nog iets anders. Het gaat niet zo goed met uw moeder. U weet uit de aard dat zij al een aantal jaren last heeft van zwakke longen, maar de laatste tijd wordt het erger.
Er is geen acute reden om je zorgen te maken. Haar ziekte verloopt traag.